Welkom bij de cursus van Adobe Illustrator. In deze eerste les gaan wij een batch maken. Voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk eerst een nieuw bestand openen. En dat ligt eraan in welke versie van Illustrator je werkt, hoe je dat precies moet doen. Maar het komt er eigenlijk altijd op neer dat je een nieuw bestand moet maken. Of hier nieuw, of bij File en dan nieuw. In deze versie zie je dan een aantal zaken waar je uit kunt kiezen. Ik neem gewoon een A4'tje, want het maakt hier niet zoveel uit. En dan druk ik op Create. En dan heb ik hier een blaadje. Goed, op dat blaadje begin ik met het tekenen van een cirkel. Nou staat de cirkel hier aan de zijkant niet bij. Maar als ik hier kijk bij de rechthoek, zie ik dat daar een klein driehoekje zit. Als ik daarop druk en ik hou hem vast, dan zie ik dat hier wel een soort van cirkel zit, namelijk de ellips. Die klik ik aan, nou zie je dat dat een ellips is. Als ik nou naar het blaadje ga, dan kan ik een cirkel tekenen. Als ik zo zou gaan tekenen, zou het een ellips worden. Maar daar is een trucje voor om het echt een cirkel te houden. Door de Alt en de Shift knop ingedrukt te houden. Je ziet ook gelijk dat de X en de Y daar komen te staan. Dan ga ik met mijn muis naar de plek waar ik denk van daar ga ik tekenen. Ik klik, hou hem ingedrukt en hoe verder ik naar buiten ga. Je ziet, we tekenen vanuit het centrum van de ding. Als ik nou de muis loslaat, dan staat er een cirkel. Deze cirkel bestaat uit een rand en een binnenkant. Aan de zijkant van ons programma zien we twee vierkantjes. De een heet fill, dat betekent dat dat de binnenkant is. De andere heet stroke en stroke betekent de buitenkant. Als ik op stroke klik, dan komt hij aan de voorkant en dan zie je dat hij naar voren gaat. En de stroke is op dit moment, de buitenkant, is op dit moment zwart. Nou, ik wil die helemaal weg hebben, dat er geen stroke is. Nu zie je geen stroke meer. De binnenkant, die wil ik wel een kleurtje geven. Dus ik ga naar de fill en dan kan ik hier bij de color kan ik gaan kijken wat ik dan aan kleur wil. Hier hebben we er nog één. Dan zie je een aantal kleurtjes die voorgedrukt staan. Dat is misschien makkelijker als je denkt van nou, dan weet ik wel ongeveer wat er van moet komen. Ik klik op deze kleur. Maar je mag zelf weten welke kleur je doet. Zodat we nu een cirkel hebben die een soort blauw is. Ik haal deze weer weg, zodat die weg van mijn tekening is en zodat ik alles kan zien. Goed, nou we deze cirkel hebben, dan gaan we hem eventjes kopiëren. Dat doe je door naar boven te gaan naar Edit en bij Edit heb je Copy. En als je dan nog een keer naar Edit gaat en je zet Paste in Place, dan heb je nu twee cirkels die helemaal over elkaar heen staan. Pak even het zwarte selectietooltje om hier de dingen te selecteren. Als je de Alt en de Shift toets ingedrukt houdt, want de tweede cirkel staat nu aangegeven, dan kun je hier in de hoek deze lijn. Als je nu denkt van ik vergeet een van die twee, dus ik doe bijvoorbeeld alleen met Shift, dan zie je dat die naar de zijkant gaat. Even Ctrl-Z om terug te zetten. Als je alleen de Alt-toets indrukt, dan wordt die geen rondje, maar een ellips. Dus je moet proberen altijd te zorgen, als je zo'n cirkel wil houden, om zowel de Alt als de Shift toets ingedrukt te houden. Goed, deze
cirkel, die willen we anders hebben dan de grote cirkel. In de grote cirkel hebben we hem helemaal gevuld. Deze gaan we juist niet vullen. We gaan juist gebruik maken van de rand, dus de stroke. En die stroke die maken we in dit geval wit. Je kunt hem ook zwart maken, dat is aan jezelf. Maar ik wil hem even wit hebben. En dan wil ik daar een iets dikkere lijn hebben. Die kan ik hier maken. Als ik bijvoorbeeld op 2 druk, dan wordt die ietsjes dikker. Als ik op 3 druk, wordt die nog ietsjes dikker. En zo kun je daar een beetje mee spelen. Nou, wat zal ik eens doen? Ik kan het altijd nog weer veranderen. Ik doe hem eventjes op 4. Zodat hij een iets bredere lijn heeft. Ik klik weer even de grote aan, want ik wil daar niet een heel mooi rondje van hebben. Ik wil er een effect aan geven. Ik ga naar effect en die wil ik transformeren, dus transform. En ik wil er een zigzag aan maken. Ik klik hier en dan is het makkelijk om preview aan te klikken. Nu is het helemaal niet makkelijk, want hij staat er echt voor. Maar als ik hem aan de kant haal, dan zie je dat er een zigzag aan gekomen is. Ik wil er geen punten aan hebben, maar een wat mooiere lijn. Dat heet smooth. Zo is het allemaal wat ronder. En dan kun je, door met deze te variëren en met deze te variëren, kun je iets maken wat je zelf heel erg leuk vindt. Nou. Ik vind zoiets wel mooi, maar dat mag je zelf helemaal weten hoe je dat wil doen. Goed, dan drukken we op OK. En we hebben ons cirkeltje er mooi buiten. Nu gaan we cirkeltjes maken binnen deze grote cirkel. Hoe doen we dat? We gaan weer naar de ellips toe. We gaan je ergens bovenin doen. Als je in het midden komt, zie je dat je er rechtboven kunt staan. Beetje naar de zin toe. Shift en Alt druk weer ingedrukt houden. En je kunt een rondje maken. Niet te groot, klein rondje. Deze is nu nog blauw zonder rand. Dat was net ook. Maar ik wil hem wit hebben. Je ziet, de binnenkant is aangedrongen. De rand die bestaat niet in dit geval. Als ik die gemaakt heb, dan ga ik naar de Rotate tool. We draaien dat rondje in een volgorde, zodat we alles met rondjes krijgen. We zoeken het midden. Dat is een beetje moeilijk, maar er komt, als je in het midden zoekt, soms center te staan. Ik heb hier center. En als ik dan op center druk met Alt ingedrukt, dan zie je dat hier Rotate komt te staan. We doen even preview. Dat is altijd handig. We schuiven hem even weg. En dan maken we deze 10. Als je dan op copy drukt, dan zie je dat daarnaast een tweede is gekomen. Nou, dan kunnen we steeds hetzelfde doen, zodat hij steeds opschuift. Maar het kan sneller door Ctrl D in te drukken. En iedere keer als we op de D drukken, zie je dat er een rondje bij komt. En aangezien we 10 graden hebben gedaan, moeten we 36 keer dit doen, omdat een cirkel nou eenmaal 36 graden, maal 10 graden heeft. 63 graden. Zo, dat hebben we dan ook weer gedaan. Nu gaan we een aantal sterren toevoegen in ons plaatje. We gaan weer naar deze tool.
de Rectangle Tool en we kiezen de Star Tool. Ik had hem al aangeklikt. Als je dat gaat doen en je gaat weer naar je ding, dan zie je weer dat je in het midden een lijn kan zetten. We zetten hem ergens bovenaan neer. We willen weer vanaf het midden beginnen, zodat we makkelijk kunnen kijken hoe groot we hem eigenlijk willen hebben. Shift, Alt ingedrukt, muisknop ingedrukt, naar buiten en je ziet een ster verschijnen. Ook bij de ster moeten we weer kijken van hoe willen we hem gevuld hebben. Hij staat hier als vulling blauw. We maken hem wit. Het wordt wel een heel blauw-wit plaatje. Je kunt natuurlijk ook hele andere kleuren nemen. Dat maakt dan niet zoveel uit. En als je hem dan op het selectietool kijkt, dan heb je hem daar neergezet. Je selecteert hem. Je schuift hem naar de zijkant. Als je nou Alt ingedrukt houdt en dan loslaat, dan heb je een kopie gemaakt. Nou kun je bijvoorbeeld dat sterretje ietsjes kleiner maken. Bekwaardig. Ja, hoeveel kleiner moet dat dan? Zoiets. Weer selecteren. Verschuiven. Weer Alt ingedrukt houden. En je ziet, het zit er een beetje achter, maar je ziet dat er een lijntje loopt, zodat die gelijk zit. Alt ingedrukt houden, loslaten. En we hebben 3 sterren op een rij. Deze sterren willen we ook aan de onderkant hebben. Wat doen we dan? We gaan ze samen selecteren. Ik klik er 1 aan. Dan hou ik Shift ingedrukt. De volgende en nog de volgende. En dan zie je dat je ze alle 3 hebt. Schuif hem naar beneden. Als die beneden is, dan houden we de Alt-knop weer in. Laten de muis los. En we hebben ook aan de onderkant onze sterretjes gekregen. Vervolgens gaan we wat tekst toevoegen. Ik wil tekst hebben die een beetje de vorm van die cirkel kopieert, langs loopt. Dat betekent dat ik eerst even de cirkel ga selecteren. Ik heb hem op selectie staan, het zwarte ding. Selectie. Deze met edit, copy, edit, paste in place, hè, op dezelfde plek weer plakken. Dat hebben we nou gedaan. En dan kunnen we in de hoek, als we Alt en Shift ingedrukt houden, kunnen we hier een rondje maken. Dan wil ik even kijken hoe ik dat wil hebben. Ongeveer zo, denk ik. Ik moet wel een beetje plaats hebben om dat ding te maken. Het rondje is gedaan. Daar willen we nou tekst op hebben. Dan gaan we naar de teksttool, ook weer naar dat kleine driehoekje, hou even ingedrukt en dan type on path. Geef aan. Als je dan het pad aangeeft waar die op moet staan en je klikt daar, dan komt er een tekst te staan en dan kun je zien die tekst die loopt scheef. Hij staat geselecteerd als een soort blokje. Dus we kunnen hier zelf iets typen. Bijvoorbeeld het mooiste vak. Nou, hier kunnen we van alles mee doen. Terug selecteer ik de boel weer. En dan kun je, omdat D aangepast staat, kun je hier bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil deze op een ander lettertype. Kun je zelf weten welke je allemaal doet. Het ligt ook een beetje aan wat er allemaal ingesteld staat bij dingen. Ik neem hem bijvoorbeeld modern. Is wat klein, dan kan ik hier hem bijvoorbeeld groter maken. 18. En zo zijn er aan de bovenkant een aantal dingen. Regular. Dat betekent dat er in dit geval maar 1 normaal
tekst is. Soms kun je hier ook voor bold kiezen en dan heb je een dikke tekst. Nou, regular wordt, blijft dus regular. Nou, het zij zo, dat kan nou even niet anders. Goed, hebben we dat gedaan. Klikken we erbuiten en dan zien we dat daar de dingen staan. Als we dan selecteren, zie je dat hier het vierkant weer terugkomt. Als je op de hoek van het vierkant gaat staan, zo trek je hem groter en kleiner, iets verder, kun je dat ding ronddraaien. Dus je kunt het mooiste vak bijvoorbeeld hier neerzetten, of bovenaan, hè, hoe je het precies wil hebben, dat is voor jezelf. Hoe groot je hem wil hebben, in wat voor kleur je het wil hebben, hij staat nou in het zwart, maar dat had ook iets anders kunnen zijn. Die tekst, die wil ik kopiëren. Ik ga weer naar Edit. Ik ga naar Copy. Ik ga naar Edit. Ik ga Paste in Place. En hij staat er weer dubbel op. Dan zit hier een lijntje. Als ik dat lijntje pak, dan kan ik dat lijntje naar binnen schuiven. En dan zie je dat de tekst hier aan de binnenkant van het rondje is gekomen. Nou heb ik twee keer dezelfde tekst. Dat is natuurlijk niet zo heel erg leuk. Selecteer die tekst. Oh, nou selecteer ik hem verkeerd. Nou staat hij scheef. Maar dat wil ik niet. Dus ik druk even op Ctrl Z. Dat ik in ieder geval bij hetzelfde stukje uitkom. Ik zorg dat hij weer op tekst staat. Dat hij daarin zit. En dan kan ik hem wel selecteren. Nou, wat zal ik hier neerzetten? Elsenau College. En je ziet dat dit nou aan de binnenkant van het cirkeltje staat. Vind ik dit te klein? Dan kan ik weer hier gaan zoeken naar bijvoorbeeld 24. Moet ik natuurlijk wel eerst de boel geselecteerd hebben. Want anders kan ik niet iets groter maken. 24 of 36. Nou, 36 is wel heel erg groot. Zo blij zijn we niet met onze school. 24. En als je dan weer dit ding pakt, dan kun je even kijken dat hij in het midden uitkomt. Als je dan zegt van ja, maar dat staat niet mooi, want nou staat hij dwars door die sterren heen. Nou, dan moet je hem dus iets naar buiten doen. We pakken weer een hoekje. We pakken de shift. En zo trek je de boel ietsjes naar buiten toe. Maar je ziet dat je hem één kant op trekt. Dat is niet zo fijn. Als we nou Alt doen, dan gaat hij vanuit het midden. Nou, staat hij bijna op de ronde cirkeltjes. Ik laat los en we zijn er buiten. Of dit mooi is of niet, dat bepaal je zelf natuurlijk helemaal. Je kunt ook zeggen van nou, ik heb liever deze shift. Deze pak ik en ik schuif deze ietsjes omhoog. Dan staat het niet zo in de buurt van het Elsendaal College. He? Iets wat je zelf moet bepalen waar je dat neerzet. Je kunt dus alles nog een keer selecteren. En veranderen. Je kunt ook de boel van kleur veranderen. Dat maakt allemaal niet uit. Als laatste willen we nog een band door het midden van de ding hebben. Daarvoor maken we eerst een rechthoek. We gaan naar Rectangle. We zoeken het midden op. We drukken Alt in en maken een rechthoek die van de ene kant naar de andere kant loopt. Allebei loslaten en dan hebben we een rechthoek. Gaan we nog een keer naar de rechthoek toe en dan maken we aan de onderkant nog een keer. Nu druk ik niet op Alt, maar ik zet er zo eentje naast, of zo,
dan zie je dat we een tweede hebben. Nou is die eerste weg en lijkt het net of er een wit vlak komt. Dat komt omdat we die eerste geen kleur hebben gegeven. We zullen eerst deze even een kleur geven. We hebben het lichtblauw van school gepakt dus. Misschien kunnen we het oranje ook van school pakken. Ik zet hem even op selectietool. Ik selecteer dit ding en die kan ik hem ook oranje maken. Zo heb ik ze alle twee oranje gemaakt. Dan wil ik even terug naar het kleine. Ik selecteer even. De pen tool. Als ik die indruk, dan heb je hier een ankerpunt. Een plusje en een minnetje. Ik wil een ankerpunt toevoegen. Dus ik doe een plusje. En die wil ik hier in het midden hebben. Ik klik en ik heb een ankerpunt daar gemaakt. Dan kan ik met het witte pijltje, die Direct Selection Tool, die aanklik. Ik ga op het ankerpuntje zitten en ik trek hem ietsjes deze kant op. En ik heb mijn vierkantje bewerkt. Nou, andere selectietool, de zwarte. Ik klik hem hierop, trek hem naar de andere kant. Druk op de Alt-knop, zodat hij verdubbeld wordt. Ik laat los en ik heb er twee. Deze zit in de weg. Even weg. Ik kijk even naar het hoekje. Ik draai hem om. En misschien is het leuker om deze ook ietsjes scheef te zetten. Dan kan ik met die ook doen. Ietsjes scheef. Hallo, ietsjes scheef zetten. Dat lijkt op zich nog wat mooier. Dan wil ik daar natuurlijk tekst in hebben. Ik zet even de tekst. Type tool. Ik klik daar even buiten. Lorem ipsum. Dat is een demonstratietekst. Maar ik ga wel erin hebben staan. De sign. Innovation. Zo, dit is mijn tekst die ik daarin wil hebben. Wil ik dat in deze dingen hebben of niet? Ik doe hem even in deze. Nou, ander kleurtje. Nou kan ik kiezen dat ik denk van nou, ik maak hem nu groter. Maar dan weet ik niet zeker meer als ik die hierin zet of die wel past. He, dus daar moeten we daar even op letten. De selectietool. Ik heb hem hier. Selecteren. En ik trek hem hier naartoe. Nou, hij past aardig. Ik had natuurlijk ook het vergroten kunnen doen. Pas op het moment dat hij hier stond. Dan had ik beter kunnen kijken of die wel of niet had gepast. Ik heb dit geselecteerd. Als ik nou op de Shift-knop druk, dan selecteer ik de andere dingen er ook bij. Als het goed is, heb ik nou alles geselecteerd. Dan ga ik naar effecten. Ik ga naar Warp en naar Arc. Ik klik daarop. Ik zet hem weer op Preview. En dan zie ik dat de boel een beetje scheef is komen te staan. Nou, blijkbaar is er iets fout gegaan, want mijn Design and Innovation stuk is er niet. Hiermee kan ik de buiging veranderen. Dit vind ik zelf wat mooier. Als ik deze heb, staat hij een beetje redelijk. Even naar boven. Ja, dat is wel goed. Druk op OK. Dan schuif ik de boel ietsjes naar onderen. Zodat hij, selecteer ik het andere stukje. Nee. Maar je ziet, ik kan hier Design and Innovation, kan natuurlijk ook Effect, Warp, Arc doen. Hij staat nu op die 25% die ik net ook had. Dus dat is aardig. Ik moet natuurlijk eerst op OK klikken.
selecteer het, schuif het naar beneden en je ziet de oorspronkelijke tekst, die staat in beeld, maar die gaat dadelijk weg. Zou dit mooi zijn? Ik denk het wel. Kijk, als ik het wegschuif, dan is het jouw weg. En zo heb ik er een bepaald soort boogje overheen gedaan. En dat is een effect gedeelte. Het laatste wat je nog moet doen, is natuurlijk het opslaan. File, save as, en dan moet je een naam voor doen. En dat is batch in dit geval. DI zal ik er van maken. In een Adobe Illustrator bestand. En kijk goed waar je hem opslaat, anders kun je hem niet terugpakken. Dan sla je hem op. Dat is nummer 1. Deze dingen kun je gewoon op OK drukken. Het tweede wat je moet hem namelijk 2 keer opslaan. Weer file. Dan export. En dan export as. En dan hebben we hier. En dan gaan we kijken hoe we hem exporteren. En we maken er even een PNG file van. Dat betekent dat de achtergrond, wat wij wit hebben daar aan de achtergrond, dat doorzichtig wordt. Dat is makkelijk om het ergens op te plakken. Ping maken we dan ook weer die batch van DNA. En we gaan naar exporteren. En dan geeft hij aan van wie we hebben. Hier staat screen. Dat betekent dat als ik hem op het scherm hou, dat ik dat goed kan gebruiken. High is voor als je drukwerk hebt of dat soort dingen. Dus als je het op een t-shirt zou willen hebben, dan kun je beter high doen. Dat soort. Nou, het is nou voor op het scherm, dus we doen screen 72. Neemt hij niet zoveel plaats in beslag. Achtergrond transparant. Makkelijk te bewerken. Oké. Okay. Als je nou bij je bestanden kijkt, hiervoor, wat hebben we net gedaan, dan zie je dat er 2 bestanden zijn, een batch DI en nog een batch DI, en dat zijn 2 verschillende dingen. Als ik deze open, dan komt er, als het goed is, een foto, en doordat die doorzichtig is, blijft de rest blijft zwart. En nou heb je hier een fotootje, of een ping bestand, van je